ben dus eigenlijk gaan schrijven omdat ik zo'n heimwee had. Ik heb nooit echt de ambitie gehad om schrijver te worden. Totdat die heimwee zo erg werd dat ik in een soort lichte depressie raakte. Toen ben ik gaan schrijven. En ook gaan zwemmen trouwens. En beide dingen bleken heel heilzaam te zijn voor de geest. Dus elke dag zwemmen, elke dag schrijven. We hadden geen zin om weg te lopen voor de pijn. We konden nergens heen. En als ons te veel werd, moesten we onzichtbaar zijn. Ik ben ook geboren als 77, net zoals Moerand is ziek. En ik herkende er heel veel in van de jaren 80. De muziek en de spelshows op tv. En ook, het was gewoon een feest van herkenning. Moerand en ik hebben natuurlijk wel wat dingen gemeen, maar we hebben ook heel veel grote verschillen. En het is leuk om daarover te praten en elkaar daarover vragen te stellen.